Het Nationaal Leger heeft donderdag een Braziliaanse legerdelegatie onder leiding van brigadegeneraal Marcus Vinicius Gomes Bonifacio ontvangen voor de 21ste editie van de Regional Meeting of Military Exchange, RIM. De RIM is een jaarlijks terugkerende meeting waar afspraken voor het komend dienstjaar worden gemaakt voor wat betreft trainingen voor Surinaamse militairen, werkbezoeken, deelname aan militaire activiteiten en gezamenlijke grenspatrouilles. De meeste Surinaamse legerofficieren worden onder andere getraind in Brazilië. Voor het volgend jaar staat de 22ste RIM gepland in Brazilië. Het bureau Gemeenschapsprojecten, BGP, heeft als steun aan het project voor verbouwing van Hooglandrijst een tractor overhandigd aan het dorp Atesma in het Pamaka-gebied, district Sipaliwini. De schenking komt na een verzoek door de stichting Anamakandi aan BGP als werkarm van het ministerie van Financiën en Planning. Met het zwaar materieel zal in sneller tempo landbouwgrond vrijgemaakt kunnen worden voor het inzaaien van hooglandrijs. Het ministerie van AWJ heeft in Brokopondo voorlichting gegeven over kinderarbeid en de gevolgen daarvan voor het kind en de ouders. Het district Brokopondo staat bekend als een district met veel economische bedrijvigheid die helaas gepaard gaat met klachten over arbeidsovertredingen en kinderen die vooral in de kleinschalige goudwinning arbeid verrichten. De groep waarop het ministerie zich met de voorlichtingssessies op focuste waren de bestuursambtenaren, omdat die als eerst in het veld geconfronteerd raken met misstanden en overtredingen op het vak van arbeid. En dit bericht zijn we aan het eind gekomen van de binnenlandse informatie in het journaal.